Het Skyline TV-journaal van vrijdag 22 augustus met vandaag. Restauratie Lambertuskerk in Veghel. En de Unidagen komend weekend. De restauratie van de Lambertuskerk is begonnen met het plaatsen van steigers en moet volgend jaar juni klaar zijn. De restauratie kost in totaal 600.000 euro. De initiatiefnemers hebben tot nu toe 550.000 euro opgehaald en verwachten het gat te dichten, dat stelt Gerard van Asperen. Bij de restauratie pakken werklieden vooral het dak aan van de ruim 150 jaar oude kerk in Veghel. Zaterdag 23 en zondag 24 augustus zijn het de Unidagen op de velden van UDI 19. Dat is in verband met het 95-jarig bestaan van UDI 19. En die hebben in samenwerking met de supportersclub van UDI 19, die overigens hoofdsponsor van die open dagen zijn, een schitterend programma samengesteld, Mike. Ik heb een programmaatje meegenomen, want ik weet het niet uit mijn hoofd, het is te veel voor op te noemen. Het is zaterdagmorgen om 11 uur wordt de open dag geopend door de voorzitter van UDI 19, de heer Paul Rup. Om 10:15 wordt, zoals jij hier al kunt zien, die schitterende tribune geopend door de voorzitter. En dan zijn er overdag diverse dingen. Heel veel voetbalspelen natuurlijk, want je bent de gast bij een voetbalclub. Maar er zijn ook diverse bandjes. 'S'avonds om 6:00 speelt UDI thuis een vriendschappelijke wedstrijd op zaterdagavond 6:00 tegen eerste of tweede klasse Woezek. Zal ik even in het midden laten. Die begint om 6:00. Bij goed weer wordt hij op het hoofdveld gespeeld. Maar het hoofdveld is nog niet zo 100% dat we daar zeker van zijn dat we op die zaterdagavond daarop kunnen spelen. Dan is er die tweede dag op die zondag. Die begint 's ochtends weer om 9:00 met diverse spelen voor minikids. Er is sminken, er is show acrobatiek. Ja, en er is ook nog een demonstratie van Hendrik Koppelman, Saturnus. En ja, en 's avonds om 7:00, dat is het slot op de avond. Dan komt hier de welbekende band hier uit Uden en omgeving, of uit Volken moet ik geloven zeggen, BZB. Een gevarieerd programma dus, maar ook met een officieel momentje. Want zaterdag, dan is de opening van de nieuwe tribune. De ploeg vrijwilligers onder leiding van Willy Verwegen, die hebben dit allemaal gerealiseerd. Die hebben de tribune geverfd, die hebben de banken geverfd, die hebben zelf de stoeltjes geplaatst. Ja, alleen maar lof voor die vrijwilligers. Nou, je kan zelf oordelen, Mark, het ziet er schitterend uit. Het UDI 19 komt erin terug, hè? Het UDI 19 logo, ja, dat is ook nog een heel gecijfer geweest. Maar het staat er en wij zijn er heel content mee. Wat staat er over 5 jaar te gebeuren, UDI het 100-jarig bestaan? Ja, nou, ik heb één wens en ik hoop dat die heel snel verwezenlijkt wordt. En dat is dat UDI zo snel mogelijk naar die topklasse gaan wil. Ja, als voetballiefhebber en als voetballer zelf denk ik ook. Dat je het hoogste wilt bereiken wat er op amateurniveau mogelijk is. En is in dit geval topklasse.